Ik geloof dat ze tijdens de Tweede Wereldoorlog 16 keer zoveel schepen gebouwd hebben als de Japanners. Maar ook vliegdekschepen echt aan de lopende band. Het waren niet allemaal hele grote vliegdekschepen, vaak een soort hulpvliegdekschepen, maar toch, het zijn verbazende aantallen. En je ziet eigenlijk hoe groot toen de industriële superioriteit van de Verenigde Staten was. En als je dit boek goed leest, zeg je, ja, dat is de reden dat we de oorlog eigenlijk na het keerpunt, hè, zo'n beetje halverwege, relatief snel gewonnen hebben. Het verlossen, kunt u mij horen? Even kijken, jij hebt iets voorbereid voor vandaag. Je hebt een boekje gelezen. Nou, boekje, het is een enorm meesterwerk is het. En het is geschreven door een meneer O'Brien. En het heet How the War Was Won. En het is een vrij originele, nieuwe kijk op het verloop van de Tweede Wereldoorlog. Die, voor zover ik kon zien, vrij gunstig ontvangen is. Overdrijft hij zijn these een beetje, ja, her en der, zou je kunnen zeggen. Hoeven we niet per se alles wat over sommige dingen beweerd is van weg te maaien. Dat is een beetje overdreven, maar op zichzelf denk ik is het een overtuigende hypothese. En de hypothese is, laat ik het eerst zo simpel mogelijk proberen samen te vatten, dat het gaat in de oorlog om het beperken van de mobiliteit van je tegenstander. Als die tegenstander niet meer bewegen kan, zal ik maar zeggen, in de meest algemene zin van het woord. Zijn zijn logistieke apparaat kan niet meer werken, zijn tactische ondersteuning op het slagveld kan niet meer werken. De aanlevering van goederen naar zijn tegenstander werkt nog steeds, dus die heeft hij niet weten te stoppen. Dan heb je verloren eigenlijk. En dan laat hij vervolgens zien hoe dat in het geval van Japan en Duitsland, ja, Italië kunnen we gevoeglijk buiten schot laten in dit geval. Het op geen enkele wijze positieve bijgedragen aan iets tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hoe dat ongeluk zowel Japan als Duitsland is overkomen. En dat is zeker ten aanzien van Japan zeer overtuigend naar mijn idee, maar ook ten aanzien van Duitsland deels ook. Kijk, de Tweede Wereldoorlog valt globaal gezegd in twee periodes uiteen. De eerste twee jaar waarin de asmogendheden enorm succesvol waren en omvangrijke hoeveelheden territorium veroverd hebben. En de tweede helft van de Tweede Wereldoorlog waarin ze stap voor stap in het nauw zijn gedrongen en tenslotte al hun mogelijkheden tot mobiliteit hebben verloren. Laten we eerst even kijken naar Duitsland. Nee, laten we eerst even kijken naar hoe het kwam dat de geallieerden, de westelijke geallieerden, waarbij je natuurlijk zeker ten aanzien van het productieapparaat vooral toch weer moet denken aan de Verenigde Staten, hoe het kwam dat de westelijke geallieerden uiteindelijk die slag gewonnen hebben. Dat we zeggen in staat waren om de mobiliteit van de Japanners en de Duitsers zodanig te hinderen dat die niet langer effectief door konden vechten. Want dat legt hij ook heel goed uit dat op het moment dat dat gebeurde, vaak de Duitsers en de Japanners nog beschikten over uitgebreide grondstoffen, hulpmiddelen en ook een vrij omvangrijk leger, maar dat ze dat simpelweg niet konden gebruiken omdat ze het niet konden bewegen. En hoe is dat gedaan? Dat is allemaal gedaan door air en sea power. Dat is eigenlijk de hoofdthese van het boek. Het is luchtmacht en marine, die natuurlijk aan geallieerde kant tenslotte een enorm overwicht had op het luchtmacht en marine van de Japanners en de Duitsers, die de oorlog tenslotte heeft weten te beslissen. Laten we eerst naar de Duitsers kijken. Een van de belangrijkste aspecten natuurlijk van de Tweede Wereldoorlog, hoewel daar vaak misschien wel iets te weinig aandacht aan wordt besteed, was natuurlijk de slag om de Atlantische Oceaan. Dat wil zeggen, blijft Amerika in staat om enorme hoeveelheden goederen en alles wat je maar denken kunt, wat noodzakelijk is voor de oorlogvoering, kunnen de Verenigde Staten dat vrijelijk transporteren over de Atlantische Oceaan. Meestal tijdelijk in Engeland parkeren en vervolgens, nou ja, denk aan D-Day, prachtig voorbeeld, en vervolgens niet waar ook op het Europese continent inzetten. Nou, die slag hebben de Duitsers verloren. Er zijn wel momenten geweest dat je dit is echt vrij pijnlijk. Maar tenslotte hebben ze de voldoende instrumenten gevonden om die Duitse duikbootoorlog effectief te bestrijden. Dus vanaf
1943, zeg maar, gaan er veel meer duikboten verloren dan er schepen, vrachtschepen getorpedeerd worden. En is eigenlijk dat offensief, dat duikbootoffensief, dat is ten dode gedoemd. En er is vast geen enkel onderdeel van het Duitse leger waar de kans om het niet te overleven zo groot was als bij de onderzeebootdienst. Ja, hoe was het ook weer? Mag je nou wel duikboot zeggen bij de marine of moet je toch onderzeeboot zeggen? Dat is mij nooit helemaal duidelijk. Ja, daar zullen wel regels voor zijn, denk ik. De Duitsers zagen natuurlijk wel het enorme belang van deze onderneming. Die hebben naar het eind van de oorlog een fantastisch nieuw type duikboot ontwikkeld. Ik geloof type 21 geheten. Maar ja, dat was allemaal te laat klaar. En dat het te laat klaar was, was weer het gevolg van omvangrijke bombardementen op Duitse werven en industriële bedrijven die in principe die duikboot zouden moeten gaan bouwen. Er is toch ook één gebouwd, maar dat was in principe allemaal te laat. Daar kwam het in grote trekken op neer. Ten aanzien van de strijd aan het oostfront kun je zeggen, nou daar vindt hij misschien... Is het toch misschien ook wat de prestatie die de Russen hebben geleverd moet niet onderschat worden. Maar wat daar een heel belangrijke rol speelt, sterker nog één van die twee lui die de Duitse generale staf hebben geleid tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ik ben nou vergeten of het Keitel of Jodl was. Maar één van de twee zei ja, op het moment dat wij geen luchtsteun meer hadden op het slagveld, konden wij eigenlijk niet meer effectief vechten. He, als je op het slagveld, als je tegenstander zo sterk is boven het slagveld met zijn luchtmacht, dat je geen kant op kunt, dan ben je de klos. En daar zijn natuurlijk goede voorbeelden van te geven. Ik denk dat hij O'Brien terecht schrijft dat die D-Day zonder een massaal overwicht in de lucht waarschijnlijk niet mogelijk zou zijn geweest. De Duitsers hebben hard genoeg gevochten in Normandië, maar ja. Ik geloof dat de Duitsers die hadden 2000 toestellen als het dat al was. En de geallieerden hadden boven Normandië, ik geloof 12.000 vliegtuigen in de lucht. Ja, niet permanent natuurlijk, maar in principe konden ze die gebruiken. Neem een van de laatste Duitse offensieven van de Tweede Wereldoorlog, de slag om de Ardennen. Die was alleen mogelijk zolang het slecht weer was. Dat wisten de Duitsers ook heel goed, dus die hebben gebeden voor slecht weer. Maar het is veel te weinig slecht weer geweest om het offensief. Je bent klaar het op. Het is weer blauwe lucht. En dan zijn ze in feite kansloos. Want dan is de dominantie van de tactische ondersteuning door de geallieerde luchtmacht zodanig dat ze weer geen kant op kunnen. En nogmaals, die Keitel zei, ja, wij waren in feite niet in staat om zo effectief te vechten als in het begin van de oorlog. Omdat de Luftwaffe niet in staat was om effectieve tactische luchtsteun boven het slagveld te leveren. En dan natuurlijk een probleem wat zowel, we komen straks aan de Japanners, maar vooral voor de Japanners en de Duitsers gold, een praktisch permanent gebrek aan brandstof. Want ja, de Duitsers hadden geen toegang tot omvangrijke olievoorraden of oliebronnen. Die hebben voor een belangrijk gedeelte dus langs chemische weg olie moeten produceren uit steenkool. In de loop van de Tweede Wereldoorlog, wel, er kwam wel een beetje uit Roemenië, maar echt voldoende was dat in feite niet. En zeker in de laatste stadia van de oorlog moesten ze uit de voorraden die ze wel hadden putten, maar het was in feite een aflopende zaak. En u kun je voor de hand liggend, als je geen brandstof hebt, dan kunnen je tanks niet rijden. En goed, dat is allemaal valt goed te bedenken. Maar het probleem is natuurlijk ook dat je vliegtuigen niet kunnen vliegen. En dat niet alleen, daar heeft hij enorm veel aandacht aan besteed. Je kunt geen piloten trainen. Aan het begin van de oorlog heb je een hele zwik goed opgeleide piloten. Als dat een beetje een serieuze oorlog is, dan raak je alleen in een hoog tempo raak je goed opgeleide piloten kwijt. Dat is de Japanners en de Duitsers overkomen. Dan moet je dus in hoog tempo nieuwe piloten opleiden. Maar als je geen brandstof hebt, dan probeer die opleiding in die vliegtuigen met daadwerkelijk vliegen zo beperkt mogelijk te houden. Hoe minder vlieguren, hoe beter. Ja. Je moet ze even uitleggen waar het stuur zit en hoe je de cockpitdeksel dicht moet maken. De slechtere piloten. De slechtere piloten, dat is een enorm probleem. Zowel in Japan als in Duitsland. Omdat de geallieerden zo effectief, zeker dus zeg maar na
in de tweede helft van de Tweede Wereldoorlog zo effectief konden bombarderen, loopt ook je hele productieapparaat vast. Ten slotte waren de Duitsers gedwongen om een groot deel van hun productieapparaat ondergronds te laten functioneren. Het was tenslotte zo, de top van de Duitse oorlogsproductie is bereikt in het najaar van 1944. En die getallen zijn indrukwekkend. Wat je alleen niet weet, en dat heeft hij prima uitgezocht, is dat ongeveer de helft van de productie, deze Volvo die kan een, krijgt een 6 plus. Het klinkt soms harder dan dat het daadwerkelijk is. Waar waren we gebleven? Ja. De toestellen werden wel geproduceerd, maar de helft van de toestellen bereikte nooit de plaats waar ze ingezet moesten worden, omdat ze dan tijdens een transport al beschadigd waren, in de fabriek al beschadigd waren enzovoort. En neem een van die fantastische toestellen die de Duitsers geproduceerd hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog, namelijk die Messerschmitt M6262, dat was de eerste effectieve straaljager. En als die het deed, een superieur toestel ten opzichte van de jagers van de geallieerden. Maar van de helft van de productie van die 262 heeft nooit het slagveld bereikt. De toestellen die het slagveld wel bereikt hebben, die waren door de omstandigheden slordig in elkaar gezet. Vaak dus onder omstandigheden waarbij het lastig was om effectief een zo complex toestel te bouwen als die 262 was. Ik heb laatst zelfs ontdekt. Daar is het internet dan weer heel nuttig voor. Ik had er nooit iets over gelezen. Dat de Duitsers ook nog een hele elegante, door straalmotoren aangedreven bommenwerper hebben gebouwd. Echt prachtig. Prachtig toestel. Ja. Trekt een uitgebreide menigte voorbij op het trottoir. Waar waren we gebleven? Ja, dit punt. Dus een groot deel van de wapens die ze produceerden waren of slecht geproduceerd. Bijvoorbeeld die Messerschmitt. Of ze werden tijdens de levering naar het slagveld werden ze uitgeschakeld. Dus je kon wel een enorme productie hebben. Maar die productie kwam maar voor een klein gedeelte daar waar die daadwerkelijk militair gebruikt zou kunnen worden. Dat is punt 1. En het personeel wat je nodig had om ze daar te gebruiken was in het algemeen, naarmate de oorlog vorderde, steeds slechter geoefend. En dat was onder andere vanwege dat brandstoftekort. We zullen zo zien hoe dat bij de Japanse luchtmacht tot de meest rare toestanden heeft geleid. En daar ligt dus eigenlijk uiteindelijk de kern. Als de Duitsers misschien effectievere Luftwaffe tactische ondersteuning hadden gehad aan het oostfront, wie weet was het ze daar dan beter gegaan dan het gegaan is. Al moet ik zeggen dat daar denk ik wel een van de zwakkere punten van het boek ligt. Geeft die Russen ook hun vet. Die hebben natuurlijk toch in een aantal grote militaire operaties hebben die de Duitsers in ieder geval weten te stoppen en uiteindelijk weten terug te dringen. Al zal O'Brien zeggen, ja dat zeg je wel, maar in feite die tanks die verloren gingen bij de slag bij Koersk, die konden ze in feite in 3 maanden konden ze dat gebrek weer opheffen. Zo ingewikkeld was die tankproductie niet en die tankproductie die verliep vrij redelijk. Je ziet trouwens wel dat alle oorlogvoerenden relatief veel meer geld gestoken hebben in de productie van vliegtuigen, van alle denkbare soorten, bommenwerpers, jagers enzovoort, en schepen, die uiteindelijk toch de kern vormden van het verlies van de asmogendheden. Dan komen we aan de Japanners, die in feite natuurlijk aanvankelijk in het begin van de oorlog een enorm hoeveelheid gebied voorden, bekende East Asian Co-Prosperity Sphere. Dat betekende dat ze plotseling voorzien waren van zeer omvangrijke hoeveelheden grondstoffen. Olie uit Nederlands-Indië. Je kunt aan alle andere dingen denken. Maar ze zijn uiteindelijk niet in staat gebleken om die grondstoffen ook daadwerkelijk naar Japan te brengen. Om daar verwerkt te worden in een militair productieapparaat. Want ze hebben al heel snel ze hebben geleidelijk aan de mogelijkheid verloren om die grondstoffen uit de hun eigen imperium wat ze veroverd hadden naar Japan te brengen. Dat gold ook voor de olie bijvoorbeeld.
Dus de Amerikanen hebben eigenlijk een heel succesvolle duikbootoorlog gevoerd tegen Japanse schepen. En de Amerikanen hebben een even effectieve oorlog gevoerd tegen de Japanse vliegtuigen. En bovendien, ook in Japan, misschien nog wel erger dan in Duitsland, was dat brandstoftekort. Dus de Japanners hadden gewoon geweldig getrainde piloten die ze in de eerste 2 jaar van de oorlog kwijtraakten. En vervolgens werd de training van de piloten werd steeds minder en minder en steeds minder effectief. Vaak moesten die toestellen geproduceerd in Japan, die moesten een heel eind vliegen naar de bestemming waar ze in het gevecht zouden worden gebruikt. En vaak, ik geloof dat een percentage van 30-40% ging verloren tijdens die vlucht. Al was het maar omdat die piloten niet goed getraind waren, niet in staat waren bijvoorbeeld om onder slecht weeromstandigheden te functioneren. Hier heb je een groot deel van de oplossing van dat wonderbaarlijke raadsel van de kamikaze. Ja, dus van vliegtuigen die zich die niet schoten op het doelwind, maar zich er zelf volledig opstorten. Want dat betekende dat je, die vliegtuigen waren overigens ook vaak slecht geassembleerd, hetzelfde probleem als waar de Duitsers mee te maken hadden. Maar die piloten waren heel slecht getraind, die konden echt, die hadden de elementaire zaken, dat hadden zonder, ze konden dingen omhoog krijgen en ze konden tenslotte laten neerstorten op Amerikaanse schepen, maar veel meer dan dat konden ze in feite niet. En bovendien was dit verreweg de beste oplossing, omdat je ook geen brandstof, heel weinig brandstof nodig hebt. Je hoeft alleen maar op te stijgen naar het doelwit te vliegen. En die kamikazes waren relatief succesvol in de zin dat ik meen dat er ruim 90 Amerikaanse schepen zijn verloren gegaan door kamikaze aanvallen. Maar ja, het is wel zelfmoordacties. Ja. Maar die zelfmoordacties die waren eigenlijk voor een belangrijk gedeelte gestuurd door brandstoftekorten, slecht geassorbeerde vliegtuigen, kortom de Japanse luchtmacht, die aanvankelijk en over een enorme slagkracht beschikte, denk aan Pearl Harbor natuurlijk, voortreffelijke toestellen, die Zero's, maar ja, ook nieuwe toestellen die ze ontworpen hebben, het was in feite onmogelijk om die effectief in te zetten, omdat ze voortdurend wel geproduceerd werden, maar vervolgens grotendeels verloren gingen voordat ze überhaupt deelgenomen hadden aan het gevecht. En als ze deelnamen aan het gevecht, waren de piloten slecht getraind en de toestellen misschien van mindere kwaliteit. Ik begreep ook dat de controle op de betrouwbaarheid van de motoren bijvoorbeeld, ja, je moest zo'n motor een tijdje proef laten draaien, maar ja, dat kostte brandstof. Dus ze lieten de motoren zo kort mogelijk proef draaien. Dus tenslotte was het zo dat de Japanners in feite de grondstoffen in hun imperium niet meer naar Japan wisten te krijgen. En bovendien, als het ze al in Japan aankwamen, dan werd de Japanse industrie omvangrijk gebombardeerd. Bij dit alles rijst natuurlijk de beroemde vraag die eigenlijk tot op heden nooit echt effectief beantwoord is had het zin om ook de stedelijke centra te bombarderen? Tokio is gebombardeerd in dag maart 45, daarbij zijn 100.000 doden gevallen. Waarom zo ontzettend vele Japan? Omdat die steden van belangrijk gedeelte bestonden uit houten gebouwen en gebouwtjes. En ja, dat brandde als een fakkel in principe. Was dat nodig geweest? Ja, achteraf zeg je waarschijnlijk niet. Idem dito de atoombommen natuurlijk. 6 en 9 augustus 45. Het is uiteindelijk een onbeantwoordbare vraag. Had Dresden gebombardeerd moeten worden op de valreep van de Tweede Wereldoorlog in Europa? 25.000 doden. Waarschijnlijk hadden we ook ruimschoots op tijd gewonnen als dat niet gebeurd was. Maar het zat als het ware in het momentum van de oorlog. Het was een vanzelfsprekende activiteit geworden. Zoals de Engelse artillerie eindeloos op de Veluwe zoom heeft geschoten zonder dat enig nut in feite had. Ja, dat is dan een heel lokaal Nederlands probleem, maar dat voeren mensen zich ook af, waar is het eigenlijk goed voor. Dus nou ja, vat je dit allemaal samen, dan zie je dus dat door de superioriteit van de geallieerde luchtmacht en zeemacht, zowel Japan als Duitsland in feite afgesneden worden van mogelijke hulpbronnen.
brandstoftekort was sowieso al een wolk die altijd boven Duitsland hing. Boven Japan niet, zolang ze althans die brandstof uit Nederlands-Indië konden halen. Maar ja, als die tankers aan de lopende band bij de tientallen getorpedeerd worden, dan lukt je dat in principe ook niet. En B, natuurlijk het verlies van tactische luchtmacht boven de slagvelden. Nou, tel dit allemaal bij elkaar op. En dan zie je dus dat de Tweede Wereldoorlog gewonnen is door in feite de superieure productiemogelijkheden van de geallieerden. Lees in het bijzonder de superieure productiemogelijkheden van de Verenigde Staten. Maar ook Engeland heeft zijn mannetje gestaan als het gaat met name ook om de productie van vliegtuigen. En natuurlijk, als je ziet wat de Amerikanen gebouwd hebben aan schepen tijdens de Tweede Wereldoorlog, dat is, ik geloof dat ze tijdens de Tweede Wereldoorlog 16 keer zoveel schepen gebouwd hebben als de Japanners. Maar ook vliegdekschepen echt aan de lopende band. Waren niet allemaal hele grote vliegdekschepen, vaak een soort hulpvliegdekschepen, maar toch, het zijn verbazende aantallen. En je ziet eigenlijk hoe groot toen de industriële superioriteit van de Verenigde Staten was. En als je dit boek goed leest, zeg je, ja, dat is de reden dat we de oorlog eigenlijk na het keerpunt, zo'n beetje halverwege, relatief snel gewonnen hebben. Ja, en het onderstreept dus ook het belang van mobiliteit. Een leger wat niet beschikt over mobiliteit, wat zich, laten we zeggen, zodra je zou lezen, het leger beweegt zich alleen bij nacht, want ja, dan is het natuurlijk deels, kan het beschermd worden, of is het door duister beschermd, dan weet je eigenlijk dat er iets helemaal mis is, ja. Ja, maar dat, kun je een parallel trekken nu met Oekraïne, waar natuurlijk ook de mobiliteit van de Oekraïners door de Russen wordt geprobeerd te beperken? Ik vind dat moeilijk, eerlijk gezegd. Ik denk uiteindelijk dat het productieapparaat, de Oekraïne wordt geholpen door het Westen. Ik heb de indruk dat nog de Russen, nog de Oekraïners een luchtmacht hebben die in feite effectief in staat is om op elk denkbaar punt waar gevochten wordt tactische ondersteuning te geven, want daar lees je nooit wat over. En dan hebben we natuurlijk tegenwoordig allerlei dingen, lange afstands kruisraketten van grotere en kleinere soort die natuurlijk tijdens de Tweede Wereldoorlog helemaal niet bestonden. Maar mijn indruk is dat bijvoorbeeld bij die intensieve gevechten nu in de Donbass, dat de luchtmacht nog van de ene kant, nog van de andere kant daarbij een beslissende rol speelt. Ja. En zou je daar een effectieve luchtmacht hebben die domineert boven het slagveld, dan zou de partij die die luchtmacht heeft, die zou in principe wat moeten kunnen winnen. Natuurlijk omdat de vuurkracht van vliegtuigen kan enorm zijn. Ja, maar Oekraïne wordt in de tang genomen, hè? Dus de Russen die vallen eigenlijk, ja, hoe zeg je dat, een soort van V-vorm aan, en daarna proberen ze ze af te snijden. Dat is natuurlijk ook de mobiliteit beperken. Ja, maar of ze dat gaat lukken, want het blijft natuurlijk een beetje gek als je naar dat kaartje kijkt van de Donbass, dat die plaats die notabene ook nog aan de andere kant van de rivier ligt, ja, die is onuitspreekbaar, dus ik ga hem ook niet uitspreken, want dan iedereen zal daarover gaan lachen natuurlijk, maar het feit is dat die plaats nog steeds niet gevallen is. En dat de plaats die daar weer achter ligt nog steeds ook in Oekraïnse handen is. Dus kennelijk, wat je steeds leest, is dat de Russische artillerie veel meer materiaal afschiet dan de Oekraïnse artillerie. Dus dat daar een groot verschil is. Maar nogmaals, erg overtuigend kan ik dat reuze offensief van de Russen niet vinden. Als je na weken in feite nog nauwelijks werkelijk serieuze strategische doelen hebt bereikt. Ja. Nou, we hebben heel veel vragen binnengekregen. Laten we er eens even een paar doen. Russische gas wordt afgesloten. Lang bericht van Pieter uit Nijmegen. Die zegt van het waren ook de grootmachten die vrede bepaalden aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Kunnen van deze geschiedenislessen leren binnen de huidige crisis? Nou ja, Rusland hoorde toen tot de geallieerden. Dat heeft een heel imperium in Oost- en Centraal-Europa opgeleverd vanwege hun militaire inspanning in de Tweede Wereldoorlog. Maar we hebben nu met een heel andere machtspolitieke constellatie van doen, lijkt mij. Maar je ziet daar niet voor de grootmachten, China die doet niets. Het probleem is dat de grootmacht, dat liever zit dat Rusland eigenlijk geen grootmacht meer was. Maar een uiterste poging heeft ondernomen om weer een grootmacht te worden.
En dat er zal verhinderd moeten worden, omdat dat voor Europa een heel bedenkelijke situatie zou kunnen worden. Ja. Even kijken wat we hier allemaal hebben. Moet even iets pakken wat een beetje geschikt is. Ja, veel boekjes die ook worden aangeraden. Er zijn ook wat mensen die het boek van Schmiel hebben bekeken. Ja, leuk boek. Vol met cijfers. Ja. Even kijken. Maarten, de tassendrager van Kok was Alders. Benschop was campagneleider van Melkert, wordt hier gezegd. Oké, I stand corrected. Belangrijk lijkt het me niet, eerlijk gezegd. Maar... En we hebben het ook gehad over wat is nou het goede aan de Duitsers? Wat hebben zij nou in Nederland ingevoerd? Hè? Er komt een stuk in de Maarten over dit probleem. Oh, wat goed. Heb je nog nieuwe niet dingen kunnen... Niet door mij, maar door iemand anders te schrijven. Ja, heb je nog nieuwe dingen kunnen vinden? Nee, ik heb me er verder niet in verdiept. Oké. Hier zegt iemand in tegenstelling tot wat Maarten beweerde... pas sinds 2001 hebben fietsers van rechts op een gelijkwaardige kruising gewoon voorrang. Net zoals andere bestuurders die van rechts komen. Ja, maar nogmaals, de Duitsers hadden dat afgeschaft. Snelverkeer had voorrang. Ja. Volgens mij. Van de huidige situatie vind ik levensgevaarlijk. Maar je kunt zeggen... Ja... Omdat ik anders geleerd heb. Hè, dat zit diep in je systeem ingebouwd. Wat heb jij geleerd dan? Nou ja, fietsers geen voorrang hebben. Dat snelverkeer voorrang heeft op een kruising. Ja. Maar nu zie je alle stoplichten ook hier in Utrecht. Als er een fietser komt, die krijgt altijd voorrang. Er zijn hier meerdere stoplichten waar de automobilisten ook... Ik heb wel eens overwogen om een pannenkoekentent te beginnen bij die stoplichten. Daar bijvoorbeeld bij de Schouwburg. Omdat je staat al gauw... een kwartiertje sta je te wachten voordat je weer kunt gaan rijden. Klopt. Dus dan zou je uit kunnen stappen. Je neemt een pannenkoekje en dan stap je weer in. En dan kun je nog wat tijd om het op te eten. Nee, daar zijn echt stoplichten waar je denkt van dit is wel een beetje gek eigenlijk. Ja, maar ze willen de fiets stimuleren. En als je dus aankomt, dan herkent dat stoplicht. Ja, dat begrijp ik. Ja. En veel van die fietsen rijden tegenwoordig zo hard dat ze sneller zijn dan het snelverkeer natuurlijk. Enorm meesterwerk is het. Maarten van Rossum over Hitler. Er zijn maar heel weinig mensen die zo oud worden. En Hitler is helemaal niet erg oud geworden. Want Hitler is natuurlijk uiteindelijk maar 56 geworden. Hij zelf was er ook van overtuigd dat hij niet oud zou worden. En we kunnen niet anders zeggen dan op dit punt bleek hij het gelijk volledig aan zijn kant te hebben. Een nieuw luisterboek, nu via de link in de beschrijving bij deze podcast.